Hartelijk welkom bij de 9e bijeenkomst van Nederland Rookvrij. Hoe brengen wij de rookvrije generatie tot stand? Wat speelt er in het buitenland? Is de leefomgeving rookvrij te maken? En wat doen we met sport en bewegen? Wie neemt daarin het voortouw? Daar gaan we het vandaag over hebben. En ik ben uw presentator van dienst. Doe mee aan dit webinar door via de chat vragen te stellen aan mijn studiogasten. Ik krijg die regelmatig te zien hier naast mij op de tablet. En dan kan ik die weer doorsluizen naar mijn tafelgasten. Nederland Rookvrij is een netwerk van allerlei coalities, instellingen en groeperingen. En met deze webinars wil het netwerk mensen en organisaties inspireren en uitdagen. Met wie kan je bijvoorbeeld samenwerken? Welke stappen moet je nemen? Maar ook welke activiteiten hebben nu echt succes? Attendeer ook uw collega's op dit webinar, want vanaf morgen is deze terug te zien op de website Nederland Rookvrij. Niet alleen in één keer, maar ook in verschillende onderdelen. Dit webinar is georganiseerd door de Kernpartners en die gaat u nu in beeld zien. Zij maken het mogelijk dat het netwerk van de grond is gekomen en er onderling contact is tussen alle deelnemers. Veel van die activiteiten kunt u trouwens vinden op LinkedIn door het account van Nederland Rookvrij te volgen. De nieuwste ontwikkeling op dit moment binnen het netwerk is de coalitie in oprichting Jongeren en Roken. Dat is bedoeld om de leeftijdsgroep 16 tot 25 jaar te motiveren of te helpen met stoppen en nog beter om te voorkomen dat ze beginnen. De regie is in handen van het Trimbos Instituut. Die heeft hier trouwens ook wel vaker aan tafel gezeten. Er komt een actieplan. En wat staat dan op stapel en waarover gaat de coalitie knopen over doorhakken? Nou, bijvoorbeeld onderzoek doen naar hoe jongeren te bereiken. Daar hebben we het al eens eerder ook over gehad. Via welke media of kanalen, met welke taal en welke boodschap lukt dat? Onderzoek doen naar redenen om na hun 18e nog te beginnen met roken. Jongerencoaches trainen in het stoppen met roken advies en begeleiding geven. En monitoren welke nieuwe producten de industrie op de markt brengt en hoe zij hiermee jongeren proberen te verleiden. Nou, we hebben het al gezien, hè? De e-sigaret. Dat is echt zo'n product wat populair is onder jongeren. Maar helaas is dat verbod een half jaar uitgesteld. En wie zijn nu de aangesloten bij die jongerencoalitie? Dat is het Trimbos Instituut natuurlijk. De gezondheidsfondsen voor rookvrij, KWF, Sinofuma, verschillende GGD-regio's. Bereider, Indigo, Iriszorg, Amsterdam UMC, Maastricht UMC. En dan gaan er vast nog wel meer aansluiten. En we gaan er ook vast nog een keertje iets over vertellen. Maar nu ga ik naar mijn tafelgasten en andere thema's bespreken. Hoewel, dit komt waarschijnlijk ook nog wel even aan de orde. Als eerste spreek ik met Martine Bouwman en Jasper Been. Zij onderzochten welke maatregelen op het gebied van rookvrij bewezen effectief zijn in het buitenland. Martine Bouwman is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit bij het Centrum Media, Communicatie en Cultuur en wetenschappelijk directeur en oprichter van het Centrum voor Media en Gezondheid in Gouda. En Jasper Been werkt als kinderarts en neonatoloog aan het Erasmus MC. Dus jullie hebben ook nog één ding gemeenschappelijk behalve het onderzoek. En ik ben heel benieuwd eigenlijk wat jullie allemaal gevonden hebben. Want het is een heel uitgebreid onderzoek geweest op veel verschillende thema's. Maar we gaan eerst even kijken naar een fragment van RTV Rijnmond. Jasper, daar speel jij een rol in. Welkom bij Rijnmond. Rotterdam is een van de eerste gemeenten in Nederland die een rookvrije zone heeft gerealiseerd. Alle organisaties in dit gebied rondom het Erasmus MC werken samen om een bijdrage te leveren aan een rookvrije generatie. Nu was dit allemaal onderdeel van een pilot en wat blijkt, het was heel erg succesvol. Hier is namelijk het aantal rokers afgenomen met bijna de helft. Ik had persoonlijk wel verwacht dat het een goed resultaat zou laten zien. Maar dit is wel echt een hele forse afname. Nou, wat leuk is om te zien is dat we ook zagen dat het aantal rokers echt in het hele gebied, dus niet alleen maar in de zone zelf, maar ook net daarbuiten is afgenomen. Waarmee we dus eigenlijk laten zien dat het roken in het algemeen wat wordt ontmoedigd. Ja, als dit het eerste resultaat is, dan gaat het volgens mij alleen nog maar mooier worden. En het biedt ook perspectief voor de rest van de stad. Hoewel rokers dus vriendelijk wordt verzocht om niet te roken binnen deze rookvrije zones, is het niet verboden. En dan zie je toch nog mensen die stiekem even hun nicotine naar binnen lurken. Ja, we staan midden in een rookvrije zone, ja. Maar u steekt er toch één op. Snapt u wel dat ze zeggen van we willen liever niet dat er hier gerookt wordt? Ik snap het wel. Kijk, ziekenhuizen moeten echt gezond omgeven. Ik ben helemaal mee gelijk. Ja. Maar waarom kiezen ze er dan toch voor om een sigaretje te roken hier? Door de zenuwen, omdat meestal als ik krijg ik medicijnen, dan zorg ik wel dat ergens op een andere plekje roken, waar kan ik rust.
Niet alleen het gebied rondom het Erasmus MC is aangewezen als rookvrije zone. Dat geldt ook voor deze plek aan de Wilhelminakade, zoals je kunt zien. En als het aan de gemeente Rotterdam ligt, blijft het echt niet alleen bij deze twee plekken. Ja, we hebben ervoor gekozen om de vraag vanuit de stad te laten komen. Dus hier staat geen wethouder die zones gaat aanwijzen. Hoe graag hij dat ook zou willen, zegt hij eerlijk. Maar laat het vooral uit de stad komen. Laat vooral mensen zelf zeggen, dit is een plek waar wij willen dat roken wordt ontmoedigd of gewoon helemaal wordt gestopt. Helemaal wordt gestopt. Jasper, was je geïnspireerd geraakt ook door dingen die je in het buitenland had gezien in jullie onderzoek? Nou, dat liep eigenlijk een beetje parallel. Dus we hebben het hele project begonnen samen met het Centrum voor Media en Gezondheid en de Universiteit van Groningen. Om te kijken van hoe kunnen we vanuit het buitenland leren hoe we in Nederland rookvrij beleid nog verder zouden kunnen uitbreiden. Maar ook om in Nederland te leren van plekken waar rookvrij beleid al verder gaat dan dat landelijk wordt voorgeschreven. En Martine, dit was daar een onderdeel van. Martine, jullie hebben op heel veel verschillende soorten plekken onderzoek gedaan. Welke landen hebben jullie bekeken? Nou, het is heel interessant om te kijken inderdaad wat er in het buitenland gebeurt. Dus we hebben bijvoorbeeld Engeland hebben gesprekken gevoerd met allerlei professionals. Over bijvoorbeeld het niet roken in de auto, waar kinderen onder de 18 jaar ook aanwezig zijn. We hebben gesprekken gevoerd met Frankrijk over speeltuinen rookvrij maken. Maar ook met Australië over rookvrije buitenlocaties voor drinken en eten. Japan over rookvrije straten en wijken. En de Verenigde Staten over het rookvrij maken van wooncomplexen en woonappartementen. Dus het is een variëteit aan voorbeelden. En dat was ontzettend boeiend om daar, moet ik zeggen, die gesprekken over te voeren. Ja. En Jasper, je bent kinderarts. Waren er nou voorbeelden tussen dat jij dacht van, daar heb ik nou nooit bij stilgestaan? Voorbeelden over wat voor beleid voor rookvrije zou kunnen doen? Nou, nee, we hebben eigenlijk de voorbeelden genomen waarvan we wisten dat ze in het buitenland gebeurden. En waarvan we dachten dat ze in Nederland mogelijk ook interessant zouden kunnen zijn om in te reizen. Dus we hebben specifiek gericht op beleid dat mogelijk in Nederland ook effectief zou kunnen zijn. Ja, en sprong er nou iets uit waarvan jij dacht van morgen hier in Nederland invoeren? Zeker. Ik denk dat de rookvrije auto die Martine noemde een heel goed voorbeeld is. Dat is ook eigenlijk het beleid waar we het meeste informatie over hebben kunnen vinden vanuit onderzoek uit het buitenland. Ja, dat is gewoon, het reduceert de blootstelling aan tabaksrook bij kinderen. Het grootste deel van de bevolking is ervoor om zo'n regel in te voeren. Dus er is eigenlijk geen reden om dat niet te doen, zou ik zeggen. Ja. Hoe verklaar jij dat, Martine, dat er zoveel informatie daarover al was te vinden? De informatie die wij hebben opgehaald in dat specifieke onderzoek, dat was eigenlijk, ik noem het achter de schermen informatie. Want vaak zie je dat in artikelen wel over effecten en over regelgeving. Maar wat heb je nou nodig als organisatie of als groep om echt een wettelijke maatregel doorheen te krijgen? Dus meer het proces en de belemmerende en bevorderende factoren. En wat vond je toen? Nou, wat me opviel was dat de gesprekspartners, en het varieerde van een member of parliament, tot iemand van het ministerie van Gezondheid in Australië, tot de directeur van gezondheidsfondsen, onderzoekers. Het was een heel gemêleerd gezelschap. Maar wat mij opvalt is dat dat ze zien dat het een stap-voor-stap proces is. Iedereen zegt van, je moet echt een lange adem hebben. Soms zie je ook dat het een beetje een kat-en-muisspel is met de tabaksindustrie. Dat is duidelijk, want elke keer als je een stap hebt bereikt, dan hebben zij weer iets nieuws bedacht. Wat ik ook zag is dat er successen geboekt worden omdat het momentum steeds dichterbij komt. Dat bedoel ik dat steeds meer mensen ook belangrijk vinden dat met name kinderen ook gezond kunnen opgroeien. Dus het perspectief gaat steeds meer naar het kindgerichte aanpak. Dus niemand is tegen een gezonde groeispurt en een gezonde opvoeding van kinderen. Of het nou baby's zijn waar Jasper er vooral mee te maken heeft. Of kinderen tot de middellage schooltijd, of basisschool. Je ziet dat zelfs de verstokte rokers zeggen van ja, inderdaad, we moeten iets doen om te voorkomen dat kinderen tweedehands, derdehands rook inademen. En dat viel me op dat iedereen het daar eigenlijk wel over eens is.
Wat me ook opvalt is, en dat werd ook gezegd, in landen waar bijvoorbeeld de prevalentie, dus het aantal rokers laag is, relatief laag is, zoals in Australië, zo'n 10-11%, is het makkelijker om nieuwe wetgeving of nieuwe beleidsmaatregelen te nemen dan bijvoorbeeld in landen als Frankrijk, waar nog een heel hoog aantal. Ik wou zeggen, daar roken toch behoorlijk wat veel mensen. Ja. Veel. Dus het is ook een beetje een kwestie van iedere keer kijken waar liggen je kansen. Wanneer heb je de wind in je rug en hoe kun je die verzilveren? Ja. En daar valt er wel meer over te zeggen, maar dat viel me dus op. Ja. En als het gaat om kinderen, zijn jullie nog op tactieken gestuit waarvan je denkt, oh, dat is ook haalbaar in Nederland? Ja, dus ik denk wat Martine zegt, dat zie je ook in Nederland. Dus als je kijkt naar steun voor rookvrij beleid, is dat met name het hoogste voor de plekken waar kinderen veel komen. Dat is ook in Nederland zo. Dus ik denk dat we ons moeten richten op beleid dat er primair op gericht is om kinderen te beschermen. Dat heel makkelijk uit te leggen is. Hè. Niemand wil wat Martine zegt, dat hun kind wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen. Dus denk aan roken in de auto waar de concentratie schadelijke stoffen enorm hoog is. Denk aan roken in speeltuinen, attractieparken, dierentuinen. Plekken waar je nu in Nederland formeel nog mag roken. Dat zijn denk ik plekken waar we aan moeten werken om kinderen te beschermen. En kennen ze in buitenlanden trouwens ook iets als preventieakkoorden? Of is dat typisch Nederlands? Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet precies weet. Ik zie wel dat er ook in andere landen, en ik hoorde net dat in België bijvoorbeeld veel partners ook samenwerken. En in IJsland zijn er goede initiatieven. Of het letterlijk een preventieakkoord is, dat durf ik niet te zeggen. Dat heb ik ook niet onderzocht. Maar wat ik wel zie is dat we steeds meer zien dat allerlei partijen zich verzamelen. Zeg maar, een soort allianties vormen. Ja. En dat is een hele goede zaak. Dat kwam ook wel uit die gesprekken die ik heb gevoerd, in die interviews naar voren. Je moet het echt samen doen. En dan ook bijvoorbeeld met de mensen waar je normaal gesproken misschien helemaal niet zo snel aan denkt. Bijvoorbeeld stel voor het niet roken in de auto's. Ik zou me ook zomaar kunnen voorstellen dat je misschien met de autobranche daar bijvoorbeeld eens een keertje over praat. Of dat zijn de unusual suspects, zeg maar. Ongebruikelijke partners. Ja. Maar wellicht liggen daar ook gewoon kansen. Ja. Als u trouwens een kijkersvraag heeft voor mijn gasten, vergeet niet de chat te gebruiken. Ik zie op dit moment nog geen vragen, dus ik blijf mijn vragen stellen. Ik was even benieuwd, want die dia laat ik graag even zien, naar aanleiding van een onderzoek van Kantar Public dat dit jaar is gedaan in opdracht van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, over het draagvlak onder de Nederlandse bevolking als het gaat om rookvrij als het nieuwe normaal. En dan zie je dat de meerderheid van de Nederlanders dat heel normaal vindt, inderdaad, dat nieuwe normaal. 80% op steeds minder plekken, zeggen ze mij, mag gerookt worden en niemand meer op straat rookt, dat is 70%. En Nederland rookvrij is dikke 72%. Ik zat me af te vragen, als jullie kijken naar het buitenland, zijn die cijfers ook zo hoog? Jasper, ga je gang. Dat is inderdaad een van de dingen waar we onderzoek naar hebben gedaan. Dus we hebben niet alleen onderzoek gedaan naar hoeveel mensen ondersteunen in Nederland rookvrij beleid, maar ook internationaal. En zie je dat die cijfers ook erg hoog zijn. En dat het niet zo heel veel uitmaakt of dat nou Europese landen zijn of Amerika of zelfs landen met een mindere economische positie in de wereld. Ook daar zijn mensen over het algemeen voor rookvrij beleid. En bijvoorbeeld een land als Japan, want Australië, daar roken niet zoveel mensen. Hoe zit dat in Japan? Nou, Japanners zijn over het algemeen mensen die enorm van schoonheid houden. Dus ik ken niet specifiek nu de cijfers voor Japan, als je me dat zo vraagt. Maar we weten dat wereldwijd de cijfers echt hoog zijn. En ook dat je daar ziet dat de plekken waar veel kinderen komen, dat de plekken zijn waarvan iedereen het eigenlijk over eens is dat die ook vrij moeten zijn. Zat er nou nog een tactiek tussen of een onderwerp waarvan jullie denken, jongens, morgen in Nederland invoeren? Nou, wat we al eerder aangaven, we denken dat vooral zeg maar het niet roken in de auto, dat eigenlijk een inkoppertje is. Eigenlijk zeggen van, waarom is dat hier nog niet? Want hoe hebben ze dat in Engeland geregeld dan? Nou, in Engeland zeg maar is het op een gegeven moment een punt geworden. En dat is, het grappige is, dat is toen niet zeg maar bij het departement zeg maar gezondheid, maar onder child and family wetgeving of regelgeving gekomen. En soms heb je gewoon een aantal zeg maar parlementsleden nodig die soms uit eigen ervaring uit het verleden gewoon weten hoe belangrijk het is dat je dus niet in de auto terechtkomt van ouders of van familieleden die roken. Het is ook een lobby natuurlijk van de gezondheidsfondsen die heel goed data hebben aangeleverd, die de parlementsleden ook van cijfers heeft voorzien. Maar als ik het goed beluister, is het dus een wettelijk verbod in? Daar is het een wettelijk verbod, ja.
Ja, daar krijg je dat dus in godsnaam handhaven? Nou, dat is interessant dat je dat vraagt. Want vaak is het zo, dat argument van ja, maar we kunnen het niet handhaven, dus gaan we die wet maar niet invoeren. Ja. Maar wat je dus ziet, is dat het als het ware mensen spreken elkaar erop aan. Stel voor dat jij een dochter hebt van 5 en die gaat logeren en die gaat met een familie en die roken. Dan voel jij je natuurlijk als ouder niet prettig. Dus je ziet dat mensen elkaar aanspreken. In het begin kan het zijn dat nog bij wijze van spreken nog wat boetes zijn uitgedeeld omdat ze dat zagen. Vaak is het dan eerst 1 waarschuwing, 2 waarschuwing. Maar het wordt het nieuwe normaal. En dat zie je ook, dat heb ik ook gezien in de gesprekken, zowel zeg maar in rookvrije ruimtes waar gegeten of gedronken wordt in Australië. Mensen spreken elkaar daarop aan op een vriendelijke manier. Dus het hoeft niet altijd met grote en hoge boetes. Want je kunt niet overal op elke straat natuurlijk. Nee, dat lijkt mij ook. Iemand zet maar doe bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je als je een occasion een tweedehands auto koopt, dan kan je makkelijk constateren of een iets wel of niet een rookauto is geweest. Maar ze werkt spuiten het volgens mij met de hele lekkere luchtjes dat je het niet meer hoort. Meneer, maar werkt zo'n branche bijvoorbeeld in Groot-Brittannië ook mee aan zo'n wet? Dat heb ik niet gehoord. Nee, het was een idee van mezelf. Ik denk van, nou ja, en Jasper, jij zei nog een keertje van ja, een auto verkopen die heel erg berookt is, dat is gewoon een lage prijs. Dus dat is ook wel een onderzoek naar gedaan. Dus ja, ik krijg gewoon minder. Ja, precies. Nu we trouwens, sorry, toch over rokers hebben. Ik wil je nog iets laten zien uit het onderzoek van Kantar. Maar ik heb ook daarvoor als kijker nodig. Ik ben namelijk benieuwd naar uw inschatting op welke plekken rookvrij de meeste steun is bij rokers zelf. En daarom krijgt u de volgende vraag in uw chat te zien. En u moet dus kiezen tussen 1, 2 of 3. Waar is bij rokers het draagvlak het hoogst? Is dat bij rookvrije kinderboerderijen en auto's waarin kinderen zitten? Is dat keuze 2, rookvrije speeltuinen en buitensportterreinen waar kinderen sporten? Of is dat 3, rookvrije ziekenhuisterreinen en dierentuinen? Ik laat u zo meteen de uitslag zien, dus kiest u op 1, 2 of 3. Hebben jullie, wat zouden jullie hebben gekozen? 1, 2 of 3? Nou, ik ken de cijfers. Dus daar mag je het niet voor. Dan mag je het zeker niet verklappen. Dus dat is niet de bedoeling. Nee. Even over die ziekenhuisterreinen. Het viel me op dat jij zei van ja, we merken ook dat dan het terrein eromheen eigenlijk groter wordt. Hoe werkt dat? Ja, dus we hebben inderdaad, toen we als Erasmus MC zeiden van we gaan samen met de scholen om ons heen en de gemeente zorgen dat het binnengebied tussen de instellingen rookvrij wordt. Dat is echt een samenwerking geweest tussen die scholen en de gemeente. We hebben gezegd, nou dan gaan we ook van tevoren tellen van hoeveel rokers zijn er, waar roken die dan? En dan gaan we het daarna nog een keertje herhalen. Ja. Ja, dus we hebben daar meteen een wetenschappelijke evaluatie aan vastgeplakt. Dat is ingewikkelder dan dat ik nu vertel. Maar daaruit bleek dat inderdaad in het gebied zelf het roken met de helft afnam, maar ook net daarbuiten er ook minder gerookt werd. Ja. En dat vond ik heel interessant, want je zou primair misschien verwachten, ja, iedereen gaat dan gewoon net daarbuiten staan. En daar wordt dan meer gerookt. Ja, precies. Want dat zie je. We hebben hier een keer een straat gehad bij een school. En dan zag je inderdaad een waterbedeffect. Ja. Dat het anders ging. Maar hoe verklaar je dat dan? Dat toch. Nou, dus er was een beetje waterbedeffect. Dus er werd iets meer gerookt net buiten de ruimte. Maar als je alles bij elkaar optelde, was het veel minder dan daarvoor. Ja, ja, dus het heeft toch een afschrikkende werking of zo. Hoe werkt dat in de communicatie, Martine? Nou, als ik nog even mag daarop in. Want in Frankrijk vertelde mij degene die ik interviewde, die zeiden van, we hebben begonnen met speeltuinen. Ja. En uiteindelijk heeft zich dat zeg maar tot het hele park uitgebreid. Dus je ziet dat mensen dan op een gegeven moment denken van ja, dan kunnen we net zo goed het hele park doen. Want dat we toch. En wat ook belangrijk is. Dat is wel mooi. Dus dat je eigenlijk een inktvlek. Dus eigenlijk heb je één voet tussen de deur en dan langzamerhand schuif je meer op. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Dat je dus begint met iets. En dan langzamerhand het gebied uitbreidt. Want wat je ook wel uit de literatuur ziet, is dat men denkt van ja, buiten heb je er toch geen last van, want het is gewoon buitenlicht en zo. En dat is dus niet zo. Ook buiten, zeg maar, heb je dat mensen er alsnog last van hebben. En zelfs als er specifieke rookplekken zijn, daar concentreert zich dat allemaal. Nou, als je daar maar in de buurt, zeg maar, zou komen, dan merk je dat het net zoveel is als in een binnenruimte, zoveel. Ja. Dus het idee van ja, buiten kun je gewoon roken, want heeft niemand er last van, dat is dus absoluut niet zo. Ja, daar weet Jasper alles van. Ja. Ik heb trouwens een vraag van Desiree. Ik heb trouwens nog niet de uitslag van de stemming gezien.
Desiree die vraagt, zijn er in het buitenland al terrassen wettelijk verplicht rookvrij? Hebben jullie dat gevonden? Ik zie jullie beide klikken. Jasper. Nou, dat is er zeker. Martine kan daar iets meer over vertellen. Ja, dat geeft ja, ik wou zeggen, Martine, kom maar in. Ja, wat bijzonder is, ik heb interviews gevoerd ook met stakeholders in Australië. En daar heb je per staat heb je verschillende zeg maar, richtlijnen. Maar bijvoorbeeld in Queensland, daar hebben ze duidelijk gezegd van nou, in pubs, en zeg maar, waar je buiten, want in Australië woont iedereen buiten, dan kun je buiten eten en drinken. Maar daar mag je dus niet roken, zowel als je alleen maar drinkt of als je ook eet, zeg maar. Okay. Daarentegen in Melbourne hadden ze bijvoorbeeld gezegd van nou, je mag zeg maar niet roken bij de eetgelegenheden, maar wel bij de pub, zeg maar. Ja. En dat was veel moeilijker te handhaven, want dan gingen de pubs zeggen, nou, dan halen we de snacks weg en dan kunnen we lekker blijven roken. Dus wat er eigenlijk als advies uitkwam, maak gewoon een hele duidelijke overall richtlijn. Dus gewoon niet roken. Of je nou eet of drinkt buiten, maakt niet uit, niet roken. Niet voor het een wil en het ander niet. Exact. Ja. En doordat er soms een onderscheid is gemaakt, zag je dat er verschillende handhavingen waren. En hoe duidelijker je bent, dan is het gewoon maar klaar. Ja. Ja, dus nog een kijkersvraag, trouwens ook van Desiree. Die zegt, roken in een auto met kinderen valt in Engeland onder verwaarlozing. En is zelfs strafbaar. Klopt dat? Ik moet zeggen, dat woord verwaarlozing heb ik niet op die manier gehoord. Ik heb natuurlijk wel gehoord dat het echt omarmd werd en dat er ook boetes kunnen worden uitgedeeld. Mm-hmm. Maar nogmaals, ik heb ook begrepen dat mensen elkaar daar gewoon ook zelf op aanspreken. En dat is gewoon not done. Ja, dus want zij willen ook graag weten hoe het met de handhaving zit. Maar dat is echt de aanspreekcultuur die er door. Ja, natuurlijk is er officieel is er wel een boete. Dus je kunt er behoorlijke boete voor krijgen. Maar nogmaals, weet je hoe hoog het is. Ja, maar ik weet niet meer uit mijn hoofd. Ik heb het al opgeschreven. Ja, 50 pond is het. Maar het gaat ook niet, pond, okay. Niet alleen maar om die aanspreekcultuur, maar ook de boodschap die je als regering uitdraagt. Door te zeggen van, weet je, roken in de auto is gewoon not done. Dat moet je niet doen. Dus ik denk dat daar de kracht ook van uitgaat. Ja, bescherming van het kind, daar gaat het eigenlijk om. Ik heb trouwens de uitslag van onze de kijkersvraag. U denkt dat rookvrije speeltuinen en buitensportterreinen waar kinderen sporten de meeste steun krijgt van rokers. En daarna gevolgd door die kinderboerderijen en auto's. En daarna, dat is iets van een kleine 30%. De eerste was 50%. En daarna die ziekenhuisterreinen en dierentuinen. Dat laatste klopt, maar ik zal u de echte cijfers vertellen. Die rookvrije kinderboerderijen, dan vindt 78% van de rokers dat die rookvrij moeten worden. Auto's vinden ze trouwens ook, 78%. Die speeltuinen is 75%. De buitensportterreinen waar kinderen sporten, 68%. En wat ik tamelijk laag vond, eerlijk gezegd, zijn die rookvrije ziekenhuisterreinen 57% en die dierentuinen 51%. Hebben jullie enigszins idee waarom dat laatste ook zo laag is? Want er lopen toch veel kinderen rond in dierentuinen. Nou, het is goed om te noemen, je noemde het wel, maar omdat dit om rokers gaat. Dus ja, de algemene cijfers rokers. Zijn hoger. Dus ik vind het opvallend dat rokers nog steeds 4 van de 5 zeggen van nee, in de auto moet je gewoon niet roken als er kinderen bij zijn. Ja, ik denk dat ook toch hier weer meespeelt de bescherming van kinderen. Oké. Weten jullie al of de Nederlandse politiek bereid is om bijvoorbeeld zo'n verbod op roken, dat wil Lieke graag weten, roken in de auto met kinderen, om dat te antameren? Hebben jullie daar al iets van opgepikt? Niet. We zijn het wel onder de aandacht aan het brengen van de regering. Of het al echt wordt opgepikt, durf ik niet te zeggen. Maar het pleidooi is heel duidelijk. Het pleidooi is duidelijk. Ja, en ook de staatssecretaris gaat serieus wel kijken wat er mee gedaan kan worden. Ja, ja. Maar daar zijn geen toezeggingen op, helaas. Jij noemde het woord net al, Martine, derdehands rook. Mm-hmm. Leg ons even uit wat dat precies is. Nou ja, wat je ziet is dat ook als je dus niet in een omgeving direct bent waarbij, stel voor dat jij rookt, zeg maar, en ik praat met jou, dan is dat tweedehands rook. Want ik rook niet, maar jij rookt wel, dus daar heb ik er last van. Maar stel voor dat jij rookt en jij smeert voor mij bij wijze van spreken een broodje die ik mee kan nemen. Dan heb je bij wijze van spreken nog de rook, de nicotineachtige zeg maar residuen heb je nog in jouw systeem. En daar kan ik zelf nog iets van meenemen. Dus het is eigenlijk
Indirect. Dat is indirect derde. Jasper heeft misschien nog een betere verklaring daarvoor. Nou, laat eerst even naar het filmpje kijken. Want ik denk dat dat al heel veel zegt. Niet normaal dit. Ik schrik er gewoon van. Ja, heel heftig. Nee, heel heftig. Ja. Ik ben er erg van geschrokken. Ik rook wel buiten. En dat is puur omdat ik zoiets heb van ja, het is niet goed voor de kinderen. Maar derdehandsrook is een best wel voor veel mensen een nieuw begrip. En daar hebben mensen en kinderen vooral dus ook last van. Dat is een heel belangrijke ontdekking. Het eten, het feit dat ze dat ook dan naar binnen krijgen. Als je buiten rookt, neem je dus die rook in een wolk mee. Dat ademen kinderen in. Maar die rook zakt ook naar beneden en die komt op alles terecht wat er maar is. Dus op de vloer, op speelgoed, noem maar op. Kinderen hebben daar vooral last van omdat die een relatief snelle ademhaling hebben. En daardoor veel stoffen binnenkrijgen. Ik moet gewoon stoppen met roken. Ik denk dat het ook geen kwestie is meer van proberen. Ja, deze teaser is trouwens onderdeel van een nieuwe PUUR-campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dat is gericht op rokende ouders met jonge kinderen. En u zag al dat met dat ultraviolet wordt dan zichtbaar gemaakt waar die rook allemaal zit. Ik vond het tamelijk schokkend. Ik had me dat ook niet zo gerealiseerd. Hoe kan dat nou eigenlijk? Want dat verwacht je eigenlijk niet. Ja, een sigaretje, je maakt het uit klaar. Dat je kleren ruiken naar rook, dat weet je. Maar die residuen, die krijg ik dan ook mee. Dus ja, en het blijft ook heel lang plakken. Er is bijvoorbeeld in Amerika onderzoek gedaan. Waar hebben ze gekeken naar mensen die zelf niet rookten en verhuisd zijn naar een huis waar voorheen rokers woonden. En na 2 maanden kon je bij die mensen nog steeds op hun handen en in hun urine rookstoffen detecteren, terwijl dat daarvoor niet zo was. Jeetje. Ja, dus het is echt iets wat blijft plakken. En niet alleen maar op het moment dat je even iets aanraakt, maar dus langdurig in de omgeving. Ja, dus ook als jij die boterham klaarmaakt, zit het op die boterham. En die kinderen krijgen dat ook dus daarmee weer naar binnen. Ja, en het speelgoed wat op de grond ligt, wat ze in hun mond stoppen. Ja. Dus er is veel aan gelegen om niet alleen maar niet buiten te roken, maar eigenlijk kinderen helemaal niet aan rook bloot te stellen. Ja. En zagen jullie dit ook, die derdehands rook, ook weer terug in dat buitenlandonderzoek van jullie, Martine? We hebben het niet specifiek over zeg maar derdehands roken gehad. Maar meer van wat kun je doen om te voorkomen dat kinderen onnodig worden blootgesteld. Want kinderen hebben geen keuze. Nee. Of als ze in de auto zitten, kunnen ze het niet uitstappen en zeggen van ik krijg droge ogen of hoesten. Dat kan niet. Ook zelfs als ze met de ouders gaan lunchen in Australië op een terras, dan kunnen ze ook niet zeggen van nou ik ga weg. Dus het idee dat je de kinderen vooral ook als uitgangspunt neemt, dat is echt kwam uit al die gesprekken naar voren, richt je daar ook op. Want iedereen begrijpt dat. Ook de meest verstokte tegenstander. Want we hebben natuurlijk ook heel veel reacties van ja, nou worden mijn vrijheden ingeperkt. Ik mag niet dit, ik mag niet dat, ik mag niet zus. In welke samenleving leven we? En als ze dan zeggen van ja, maar het kind heeft natuurlijk gewoon geen mogelijkheid om haar eigen of zijn eigen wensen en keuzes te maken. Dan is voor iedereen duidelijk van je kan niet anders dan een kind beschermen. Je hebt geen andere keuze als volwassene om dat te doen. Ja. Denk jij, je bent communicatie-expert ook. Mm. Denk je zo'n filmpje, hè, speciaal gericht op rokende ouders die dit zien, denk je dat dat helpt? Nou, wat ik wel interessant vond met dit filmpje, ze hebben ook gezegd van ja, dit is vooral een klein experiment, want ze hebben speciale technieken om dat te laten zien. Denk, alles wat je kunt laten zien, dat werkt veel beter dan wanneer je er een artikel over leest. Want heel veel mensen weten dus het. De beelden, het beeldenvermogen wordt vergroot met visuele prikkels. En zo'n filmpje kan daarbij helpen. Wat belangrijk is dat je dat wel zodanig doet dat je ook, ja, ik noem het gedragsalternatieven aangeeft. Dus dat je ook laat zien van wat kun je eraan doen. Dus dat het niet alleen maar angstaanjagend is. Maar dat je echt probeert, want ook ouders zeggen ook van ik ga al naar buiten. En ik zorg al dat mijn kind. En dat zei deze moeder ook. Dus dat is eigenlijk hartstikke goed dat ze dat besef al hebben. Dus voor hen is het een extra teleurstelling dat ze al zoveel hebben gedaan en nog is het niet genoeg. Ja. Dus daar moeten we ook wel begrip voor hebben natuurlijk. Dus, Want wat zeg jij tegen ouders die bij jou in het ziekenhuis komen die roken? Want dat ruik je vaak meteen. Begin je daar het gesprek over als zorgverlener? Als arts? Ik denk dat het belangrijk is als arts te realiseren dat het niet een keuze is voor mensen om te roken. En die zijn vaak begonnen op het moment dat ze nog tiener waren. Maar dat op een gegeven moment is het een verslaving geworden.
Dus je moet je als partner van de roker opstellen om te kijken hoe gaan we samen dit aanpakken. En niet alleen maar voor de eigen gezondheid, maar zeker als je jonge kinderen hebt. En ik behandel dan kinderen die net geboren zijn. En hoe gaan we nou zorgen dat die baby, als die straks mee naar huis komt, in een rookvrije omgeving opgroeit? Ja, dus daar dat gesprek ga ik wel aan. Ja. Ja. En kan jij dan ook beelden gebruiken die heel overtuigend zijn voor ouders? Nou, ik vind het heel leuk wat jij zegt over die beelden. En dat filmpje laat dat dan ook wel heel duidelijk zien. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om ouders ervan te laten doordringen dat kinderen, zeker als ze zo kwetsbaar zijn wanneer ze bij mij op de afdeling hebben gelegen, gewoon echt niet aan rook blootgesteld moeten worden. Omdat we weten dat hun gezondheid daardoor negatief beïnvloed wordt. Ja. Wat nog even een mooie toevoeging is, nou je het hebt over kleine baby's. Dat in Italië is het ook verboden, hè, te roken in de auto. Maar zelfs voor zwangere vrouwen. Of niet zelfs, maar juist ook als er zwangere vrouwen in de auto zijn. Dus die gaan nog een stapje verder. Die hebben het niet alleen over kinderen die er al zijn. Maar als een vrouw zwanger is, dan is het ook verboden om in de auto, zeg maar, te roken. Oké. En dat is natuurlijk het vakgebied van Jasper. Het is toch wel interessant hoe we dit moeten gaan regelen in Nederland. Dat is een mooie uitdaging. Mooie uitdaging. Voor nu, dank jullie wel. Maar jullie blijven allebei zitten. Want jullie hebben zo'n schat aan ervaring meegenomen uit het buitenland. Dat we die graag straks ook in de volgende gesprekken van pas willen laten komen. Dus blijf alsjeblieft zitten. En wij gaan kijken naar een video van een gebieds- en vastgoedontwikkelaar. Die heet Van Wonen. Omdat zij zich hebben gebonden aan een rookvrije generatie in Nederland. Mensen leven hier gemiddeld langer. Ze doen mee, zijn gezonder en gelukkiger. Aandacht voor iedereen, voor elk detail, in elke fase. En anders kijken levert duurzame oplossingen die goed zijn voor mens en aarde. Leefomgevingen die zonder dat je het doorhebt bijdragen aan je geluk. Buurten die gezond gedrag stimuleren. En CO2-neutrale woningen die voor zichzelf zorgen. De uitdagingen zijn enorm. Maar wij stappen in. En blijven betrokken. In alles wat we doen. Woningen en leefomgevingen creëren. Voor de gezondste generaties. En via Teams spreek ik nu met Miranda Veenekamp-Brandt. En zij is Van Wonen. Welkom Miranda. Je was zo verkouden dat je het verstandiger vond om vanuit je eigen locatie met ons te praten. Dank daarvoor. Het valt mij op dat jullie in de video zeggen gezondheid stimuleren zonder dat je er erg in hebt. Hoe doen jullie dat dan? Heb je een voorbeeld? Ja, zeker. Goedemiddag. Ik heb inderdaad een leuk voorbeeld van wat we bedoelen met zonder dat je het doorhebt. Want wij vinden het heel erg belangrijk om onze missie in onze gebiedsontwikkelingen te laten landen. Maar dat willen we vooral doen door aan de voorkant daar heel goed over na te denken in onze plannen. En daarmee dus expertise in huis te halen die wij als vastgoedontwikkelaar, gebiedsontwikkelaar niet vanzelfsprekend zelf in huis hebben. Maar door dus te werken met partners, te komen tot een omgeving waarin je inderdaad kunt bijdragen aan een gezonde leefomgeving. En onbewust, dat betekent bijvoorbeeld dat we aan de voorkant al nadenken over een dakterras in een appartementencomplex. Waar we zorgen dat het dakterras rookvrij blijft. Of in een binnentuin waarbij we samen met bewoners al nadenken over hoe kunnen we hier naast het ontmoeten, stimuleren, ook zorgen voor een rookvrije omgeving. Je zegt, we hebben ook expertise nodig voor mensen die ons daarbij helpen. Aan wie zit je dan te denken? Ik hoorde je de bewoners al noemen.
Ja, eigenlijk zijn de bewoners de eerste met wie wij in gesprek gaan als we een ontwikkeling opstarten. We inventariseren behoeften. En dat zijn niet alleen maar behoeften op het gebied van hun woning. Het is natuurlijk heel erg belangrijk hoe wil je wonen. Maar misschien nog wel belangrijker in wat voor een omgeving wil je wonen. Dus hoe ziet de ideale leefomgeving eruit? En dan praten we over thema's zoals gezondheid, maar ook veiligheid, ontmoeten, bewegen. Dat zijn eigenlijk thema's die wij terug laten komen al heel vroegtijdig. Dus voordat we echt gaan ontwikkelen, proberen we daar in gesprek te gaan met de bewoners. En zijn jullie ook, zijn jullie ook van plan om dan in de toekomst, hè, want je bedenkt wat, hebben jullie ook al bedacht hoe je zoiets moet gaan monitoren dan? Ja, uiteindelijk is dat een kwestie van het hele proces monitoren. Dus bij aanvang halen we via consultatie, participatie, halen we de benodigde informatie op. Maar wij volgen wel in ieder geval onze bewoners gedurende het hele ontwikkelproces, maar ook nog daarna, op het moment dat ze er al wonen, om ook wel te toetsen of datgene wat we met elkaar hadden bedacht ook wel daadwerkelijk uitpakt zoals we hadden gehoopt. Nu zijn jullie een commerciële organisatie. Ik kan me ook voorstellen dat dit interessant is als een, om je geld ook mee te verdienen. Klopt dat? We zijn inderdaad een commerciële organisatie en wij willen natuurlijk op een hele mooie manier mooie omgevingen en woningen verkopen. Maar we vinden het wel belangrijk dat dat gepaard gaat met onze doelstelling die echt ziet op vitale leefomgevingen creëren. En als je dat hand in hand kan laten gaan, dan zeggen wij dus eigenlijk ook altijd gezondheid en geluk gaan hand in hand. En daarmee uiteindelijk ook onze commerciële ambities. Dus wij zien dat wel echt als een opgave die aan twee kanten snijdt. Ja, ik hoorde je net het dakterras noemen. Ik hoorde je ontmoetingsplekken noemen. Maar een ontmoetingsplek hoeft natuurlijk niet per definitie rookvrij te zijn. Kan je nog wat meer voorbeelden geven hoe jullie dit denken te stimuleren? Ja, we zijn eigenlijk heel recent op een vrij eenvoudige manier gestart door een speeltuin die in een van onze gebiedsontwikkelingen aanwezig was om die rookvrij te maken. En dat is, ik bedoel, vrij eenvoudig omdat het draagvlak was daar natuurlijk sowieso. Ik zeg natuurlijk, want we hebben dit getoetst bij de gebruikers van en de ouders van de gebruikers van die speeltuin. En iedereen zei gelijk, ja, fantastisch, dat gaan we doen. Maar dat is een hele kleine stap. Hopelijk is dit een eerste stap in het een plek geven in onze grotere gebiedsontwikkelingen. En wat ik daarmee bedoel is, een gebiedsontwikkeling is een heel langdurig, ook langjarig proces. Soms kan een gebiedsontwikkeling wel 10 tot 15 jaar duren. En dat gaat de betrokkenheid van heel veel stakeholders, belanghebbenden, is daar een onderdeel van. En als we kijken naar een grootschalige ontwikkeling waar je niet alleen maar kunt wonen, maar waar bijvoorbeeld ook winkels aanwezig zijn of andere voorzieningen, ja, dan wordt het natuurlijk een grotere opgave en een opgave met meer impact. En dat is wel waar we naartoe willen. We hebben nu een kleine stap en een klein begin gemaakt als het gaat over kleine projecten en de voorbeelden als een speeltuin of een dakterras. Maar een hele wijk rookvrij staat wel op jullie agenda, begrijp ik. Nou ja, daar zouden we graag naartoe, ja. Naartoe gaan, zeker. Ja. 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 Martine, hebben jullie gebiedsontwikkeling ook teruggevonden in de gesprekken die jullie in het buitenland gevonden hebben? Ja, allereerst vind ik het heel mooi om te zien dat er een partner is die ook, zeg maar, op dat terrein actief is. Een unusual suspect, zeg maar, zoals ik al eerder gaf. Ik heb gesprekken gevoerd met mensen in Los Angeles, Verenigde Staten. Over rookvrije, zeg maar, appartementencomplexen. Dus waar mensen met multi-unit housing, noemen ze dat daar. En wat ik dan merk is dat het officieel begon het met een COPD-patiënt die zei van ja, ik hou het hier niet uit, want mijn buren roken op het balkon en overal waar ik ben. Dat is uitgegroeid als het ware tot een bottom-up beweging. Dat bewoners zeiden van ja, we moeten eigenlijk kijken welke appartementen kunnen we rookvrij
houden, zodat mensen bijvoorbeeld met COPD daar een plek kunnen krijgen. Dan krijg je bijna een soort segregatie. Ja, daar dat gaan lijkt de COPD wonen en daar gaat de Ja, aan de andere kant, wonen. Als je natuurlijk zeg maar echt COPD-patiënt bent, dan hou je dat niet uit. En wat ik interessant vond, is dat ze zeiden van ja, als ik mijn buurman daarop moet aanspreken zelf, het waren bijvoorbeeld Latin Americans, dus Spanisch sprekende, dus die hebben heel veel het gevoel van respect voor elkaar en voorzichtig met de contacten. Die zeiden van ja, als ik mijn buurman moet aanspreken of mijn grootvader die bij mij in huis woont, dan dat kan eigenlijk niet. Ik kan iemand niet vragen te stoppen. Maar als de verhuurder van de appartementen of de eigenaar een regelgeving heeft waarin het gewoon verboden is, zeg maar, dan heb ik dat ook helpt. Iets om terug te vallen. Ja. En dat vond ik wel heel interessant. En nu worden de hele registers aangelegd. Zo van waar kun je dus appartementencomplexen vinden waar dus rookvrije appartementen zijn. Dus ook in de gemeenschappelijke tuinen, in de gemeenschappelijke hal. Dat zijn interessante initiatieven. En daar wordt in samengewerkt met de Universiteit van Los Angeles. En dat vond ik ook wel interessant. Omdat die ook vooronderzoek doen. En ik hoorde eigenlijk ook al in de vorige gesprekken zeggen van je wilde natuurlijk kijken, wat vinden de bewoners ervan? Hoe denken zij erover? Hoe kun je iets ontwikkelen wat handhaafbaar is? Dat is ook leuk voor Miranda om even te zien. We hebben heel duidelijk uit het Kantar Public onderzoek het een en ander over opgehaald. Hoe Nederlanders, en dat kunnen we misschien even laten zien. Want de helft van de Nederlanders vindt dat woningcorporaties regels moeten opstellen voor roken in en om huurwoningen. En want 5 miljoen mensen geven aan wel eens last van tabaksrook. Dat sluit ook aan wat jij in Los Angeles vond. Van woningen van hun buren of mensen die buiten wonen. En kijk, als je deze cijfers ziet, 50% vindt dat heel goed. 27% is nog aan het aarzelen. Hmm. En 23% vindt het slecht tot heel slecht. Doen jullie ook draagvlakonderzoek, Miranda? Op dit onderwerp hebben we dat nog niet gedaan. Gewoonweg omdat we natuurlijk nog maar net partner zijn. Wij proberen wel zoveel mogelijk te toetsen aan ofwel innovaties of zeg maar andersoortige ontwikkelingen die anders zijn dan anders. Dus als wij in een ontwikkeling zitten, betrekken we bij elke vraag zoveel mogelijk onze eindklant. En wat we daarin dus wel terugzien, is dat zeker in appartementen het nog een best wel soms een ingewikkelde is om een heel appartementencomplex rookvrij te maken. Maar op het moment dat we het al hebben over rookvrije trappenhuizen of in ieder geval de gezamenlijke ruimtes, dan ineens is iedereen al heel snel voor. En de stap maken naar ook rookvrije balkons, dat hebben we wel heel kleinschalig al een keer onder de bewoners gevraagd. En die stonden daar heel positief tegenover. Maar dat is maar één klein onderzoekje wat we hebben gedaan. Grootschalig hebben we daar nog niet onderzoek naar gedaan. Martine? Nou, als laatste wil ik nog even toevoegen. Want we hebben het over rookvrij. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk over tabaksvrij, zelfs nicotinevrij. Want zeg maar e-cigarettes en vaping en puffs horen er eigenlijk ook onder. En in Los Angeles hebben ze bijvoorbeeld in Hollywood nog een uitzondering weten te maken voor marihuana. Dat valt er buiten, omdat het ook soms medicinale marihuana en de creatieve industrie die wil dat gewoon. Dus daar hebben ze weer uitzonderingen. Maar het gaat echt om niets wat te maken heeft met nicotine liefst. Ja. Want helpt het dan ook dat je als kinderarts bijvoorbeeld een van wonen, maar ook andere gebiedsontwikkelaars, helpt in de argumentatie, Jasper? Nou, ik zou het ontzettend leuk vinden om daarover van gedachten te wisselen. En ik vind het ook een hele mooie ontwikkeling die gaande is. Ik denk wel een uitdaging waar we op moeten letten is dat dit soort ontwikkelingen niet alleen maar te goede komen aan de mensen die het al relatief goed hebben en grote nieuwe appartementencomplexen of appartementen kunnen kopen, maar ook juist in de plekken waar mensen in achterstandssituaties wonen, relatief dicht op elkaar. Ja, ik denk ook aan de sociale woningbouw. Ja, waar relatief meer gerookt wordt ook. Ja. Ik denk dat daar ook echt extra aandacht voor moet zijn. Dat zie je in Amerika. Was daar een mooi voorbeeld van dat ze dat ook doen. Ja, is dat ook iets waar jullie rekening mee houden, Miranda, tot slot? Als je gaat kijken naar wat jullie ontwikkelen en ik weet niet of jullie ook betrokken zijn bij sociale woningbouw, dat je denkt, oh ja,
welke groepen roken het meest? Misschien moeten we daar wat meer onze pijlen op richten. Ja, dat is nou precies zo interessant waarom dat wij denken het verschil ook kunnen gaan maken als gebiedsontwikkelaar. Als wij ontwikkelen is dat niet alleen maar voor een doelgroep die een koopwoning kan betalen. We zien natuurlijk steeds meer dat er een mix aan doelgroepen in de wijken ontstaat. En als wij een grote gebiedsontwikkelingsopgave hebben, is dat zeker ook voor zowel sociale huurwoningen als de wat duurdere koopwoningen. En juist daar en ook in de openbare gebieden denk ik dat je, als je het hebt over het verschil maken in deze ambities, dat wij daar een goede rol in kunnen vervullen. Samen natuurlijk met onze partners. Ja, ontzettend bedankt Miranda dat je op deze manier aanwezig kon zijn bij onze uitzending. Beterschap met je verkoudheid. En we horen graag in de toekomst jullie resultaten. En wij gaan naar de volgende gast die de gemeente vertegenwoordigt. En waar houden gemeenten zich mee? Ik moest even slikken toen ik binnenkwam. Maar ik vind het wel terecht. Rookvrij, yeah! Maar volgens mij is het vroeger wel anders geweest. Ik weet wel nog dat als ik daar in een rij stond en daar stonden mensen te roken, dat ik me best wel aan irriteerde, zeg maar. Nee, ik vind het niet zo stoer. Ja, in het begin was het wel even spannend, omdat je niet weet hoe mensen gaan reageren. Maar we hebben wel gemerkt dat het, ja, in deze maatschappij is het steeds vaker normaal dat er niet meer binnen wordt gerookt of op plekken waar kinderen spelen. Dus dat, ja, we gaan met de wind mee. Maar het is buitenlucht. Ja, ondanks dat het buitenlucht is, een kind gaat zich toch afvragen van wat is dat nou, roken? Ja. Als ouder zijn ben je een voorbeeldfunctie. Als jij dan met een sigaretje loopt, het begint dan een gewoonte te worden voor het kind. Ik hou meestal dan mijn adem in en dan loop ik er gewoon langs. Ik breng mijn kinderen altijd naar zulke speeltuinen. Met zo'n embleem, zeg maar, met rookvrije zoon. Mijn tip aan andere speeltuinen is om het gewoon te doen. En de rest komt vanzelf. Rookvrij, jee. Rookvrij, jee. Naast mij zit trouwens nu Esmeralda Bernhard. Je bent van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zijn speeltuinen het meest, wordt dat het meest opgepakt door gemeentes, vroeg ik me af? Ja, je ziet dat. Daar weten ze zeker van dat er heel veel draagvlak is. En dat begrijpt iedereen ook. Daar spelen kinderen. Je wil kinderen niet blootstellen aan rook. Dus daar vind je eigenlijk de meeste argumenten om dat te doen. Je ziet ook dat gemeenten nu ook kijken naar hun eigen speelplekken. Dat gaat verder dan alleen de speeltuinen. Maar ook de sportveldjes die ze hebben. Dat ze die gaan rookvrij gaan maken. Dus je ziet die beweging eigenlijk steeds is verder gaan. Begint even ook daar een inktvlek. Want wat doe jij precies voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten? Ja, jij vertegenwoordigt de koepel, zeg maar. Ja, ik ben de koepel. Dus wij ondersteunen gemeenten. Ik ben van het lokale preventieakkoord, van het ondersteuningsteam. En daarnaast hebben we ook nog een apart project, Rookvrij. Wat ook onder het preventieakkoord gewoon valt. Ja. Rook is een van de thema's. Wij hebben vooral gemeenten geholpen bij het opstellen van zo'n preventieakkoord, waarbij ze met allerlei partners binnen de gemeente afspraken gaan maken, ook op het thema rookvrij. En wij zijn verder in gesprek namens gemeenten, ook met VWS, om bepaalde afspraken te maken om ook wat meer body en slagkracht en die beweging op gang te houden. Gemeenten die hebben uitvoeringsbudget gekregen. Dit jaar hebben ze dat nog en volgend jaar. En we zijn inmiddels wel ook bezig om structureel budget voor preventie te creëren. Ik zat me af te vragen, Martine, spelen gemeenten in wat jullie in het buitenland gezien hebben, spelen die ook een grote rol in het verspreiden van rookvrij maken? Nou, je hebt natuurlijk in sommige landen heb je verschillende staten. Zoals in Australië heb je al een wetgeving verschillende. In Frankrijk merkte ik dat je hebt, zeg maar, landelijk beleid. En dat gaat dan echt op het wetgevingsgebied. En verder heb je natuurlijk ook lokaal beleid, waarbij dus de gemeente zelf iets kunnen bepalen van rondom speeltuinen. Het voordeel is dat je dus snel slagkracht hebt. Je kunt dus gewoon iets bedenken. Het nadeel zou kunnen zijn dat er grote verschillen zijn tussen de ene stad en de andere stad, omdat het lokaal beleid soms verschilt. Maar er zijn inderdaad soms verschillende niveaus waarop aangegeven werd dat ze aan ik noem het maar even, tabaksvrij beleid hebben gedaan. Ja.
We hebben even een andere microfoon voor jou gepakt. Hij deed het namelijk niet helemaal perfect. En deze doet het, als het goed is, wel perfect. Ik vroeg me af, hè, we hebben behoorlijk wat gemeentes in ons land. 300 zoveel als ik tegenwoordig heb. 344. Ja, ik wou zeggen 350, maar het zijn er ondertussen weer wat minder. Ja. Doet iedereen al mee? Nou, we hebben 250 gemeenten die hebben een lokaal preventieakkoord. Waarin ze dus inderdaad afspraken maken op de verschillende thema's. Er was laatst een kamervraag werd er gesteld. Een motie was ingediend door de VVD. Is ook wel goed om een keer te zeggen dat ook zelfs die zich hard maken voor de rookvrije omgevingen. Ze gaven aan dat er 69 gemeenten zouden zijn die nog geen beleid hebben op de rookvrije omgeving. Oh, dat is hartstikke veel. Die het nog niet hebben. Ja, nee, dat valt mij tegen, zeg maar, ik. Nou, nee, maar daar moet ik een kanttekening bij maken. Dus ik ben dat uit gaan zoeken van om welke gemeente gaat het dan? Want wat mijn rol dan is om met ze in gesprek te gaan, de goede voorbeelden te delen van de collega's in het land, van de buurgemeente. En uiteindelijk, ik ben nog bezig met mijn onderzoek, maar ik zie dat ze inmiddels allemaal wel actief zijn op rookvrij. Ik was iets te voorbarig in mijn conclusie, sorry. Ja, nee. Maar wat jij dus eigenlijk doet, is je struint al die gemeenten af om te kijken wat ze doen. Maar je houdt ze ook een spiegel voor en je geeft vervolgens best practice of mooie goede praktijkvoorbeelden. Ja, we delen de mooie voorbeelden. Binnenkort komt de handreiking voor de rookvrije sport. Van wat kan je dan doen als gemeente? Welke rol kun je aannemen? Want je kan verschillende rollen als gemeente je opstellen. Die benoem je dan meerdere ook. Rollen. Ja, die benoemen we dan ook. En ook aan de hand van voorbeelden. Dus bijvoorbeeld rolmodel. Ja. Dat is de eerste rol eigenlijk. Practice what you preach. Gemeente als rolmodel, waar moet ik dan aan denken? Ja, maak je gemeentehuis rookvrij. Inmiddels is dat bij wetgeving geregeld. Maar laat het ook zien. De speeltuinen die bij jou in beheer zijn. Of de sportvelden, maak die rookvrij. En zo toon je zelf het goede voorbeeld. Je kan aanjager zijn. Dat je actief vanuit je preventieakkoord kijkt, maar ook zelfs daarbuiten. Met welke partij heb ik afspraken gemaakt? Stimuleer ze om rookvrij te worden. Je kan ondersteuner zijn. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb hier budget voor jullie om rookvrij te worden. Ik ga jullie hierbij helpen. We hebben de bordjes, die financieren wij. En je kan regelgever zijn op het moment dat een organisatie bij jou aanklopt van ik wil een evenement organiseren waar ook zeker ook waarbij kinderen bij betrokken zijn. Dan kan je zeggen oké, mag, maar in de vergunning staat. Maar het moet wel rookvrij zijn. Ja. Trouwens een mooie vraag hier. Gezondheid meenemen in de leefomgeving, daar hadden we het net natuurlijk ook over. En als het gaat om regelgeving, is ook verplicht in de komende omgevingswet en omgevingsplannen. De kans om rookvrij mee te nemen voor gemeenten dus. Dat is zeker een kans. En in een van de eerdere webinars is mijn oud-collega Patrick van Ieperen was er. Hij had samen met zijn collega van D66 een motie ingediend om in de omgevingswet of omgevingsvisie die ze als gemeente gaan opstellen rookvrij erin op te nemen. Want een gezonde leefomgeving is een rookvrije leefomgeving. Jasper, je hebt heel veel expertise op het terrein van kinderen. Hebben gemeenten jou wel eens gevraagd van hoe moeten we dit doen? Bijvoorbeeld in Rotterdam ben jij betrokken geweest bij het ziekenhuis en een omgeving rookvrij te maken. Ja, nee, dus daar zijn we veel in gesprek geweest. En met name ook dat viewpoint vanuit kinderen heel erg onder de aandacht gebracht. Wat voor argumenten hanteer je dan? Ja, nou, kinderen kunnen zelf niet kiezen om blootgesteld of te worden of niet. We weten dat tabaksrook een enorme negatieve impact heeft op de gezondheid van kinderen. Zelfs al voor de geboorte, meer vroeg geboorte, meer te kleine kinderen die geboren worden. Maar ook op latere leeftijd, astma, luchtweginfecties. Dus er is heel veel aan gelegen om ze te beschermen. Ja. En heeft het ook invloed op de hersenontwikkeling? Zoals bijvoorbeeld van alcohol echt bekend is? Ja, dat is voor roken minder goed bekend. Is wel bekend, onder andere, want dat weten veel mensen niet, dat kinderen die op de jonge leeftijd al zijn blootgesteld aan tabaksrook, dat die ook een grotere kans hebben om later zelf rokers te gaan worden. Omdat ze toch al nicotine hebben binnen. Ja, waarschijnlijk. Ja, dus er zitten waarschijnlijk ook biologische effecten achter. Ja. Gebruiken jullie dit soort argumenten ook in jullie? Waar kunnen gemeentes bij jullie trouwens terecht om al die goede voorbeelden te vinden? Ja, we hebben een website lokale preventieakkoorden. Daaronder hangt een themapagina. En daar vinden ze meer informatie. Wat ook heel belangrijk is dat de GGD'en, die hebben een hele belangrijke rol gehad. Tot 1 juli zijn ze nog actief
ermee om gemeenten te ondersteunen om rookvrij te worden. Dus GGD-adviseurs zijn actief. En wij werken samen met de samenwerkende gezondheidsfondsen. Ja, dat is natuurlijk heel... De websites sluiten nauw op elkaar aan. Dus als je van de een gaat, word je zo doorverwezen naar de ander. Ja. Ja. En waar lopen de gemeentes nou meestal tegenaan als het gaat om... welke rol ze moeten pakken of met wie ze dit moeten organiseren? Ja, wat je ziet is dat ze denken dat er niet zoveel draagvlak is. Hmm. Maar er is natuurlijk wel draagvlak onderzoek gedaan. En daar verwijzen we dan ook naar. En wij zeggen dan ook, ga dan in gesprek met zo'n partij... om te kijken of dat inderdaad wel zo is. Want wie weet is dat draagvlak wel heel erg groot. En dat zag je bij de sportverenigingen ook. Dat men dacht, nee, dat lukt niet zo makkelijk... Dus een beetje schroom. Ja, want je hebt de derde helft en het moet gezellig zijn. En straks gaat de vrijwilliger weg. Nee. Want die rookt wel. Maar als je dan met ze in gesprek gaat en zo'n onderzoek laat doen... dan zie je dat er eigenlijk best wel veel draagvlak is. En meer dan dat er tegenstanders zijn. Ja. Martien, als je gaat kijken naar jullie onderzoek... Hè, en ook de rol die gemeentes of regio's hier in spelen... wat is jou daarin opgevallen in bijvoorbeeld in die draagvlakontwikkeling? Dat is leuk. Wij zijn natuurlijk heel erg een consensusland. Dus, Het is wel leuk dat je die vraag nog even stelt. Want terwijl je aan het praten was, dacht ik van... wat mij dus met name in Australië opviel, is... en ze zijn daar nogal competitiegericht. Dus zij willen heel graag de beste staat zijn, de meest gezonde staat. Dus als je bijvoorbeeld ook ziet dat... Nou, de ene staat wil de ander overtroeven en overtreffen in het meest gezonde maatregel. Ja, 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 ja. En dan dacht ik van ja, ze leren op die manier van elkaar. Ze gebruiken elkaars ervaring en expertise om het zelf nog weer beter te doen. Om het beste jongetje van de klas of meisje van de klas. En op zich, Australië heeft wat meer competitie. Dat zeggen ze zelf, hè? Dat verzin ik niet. Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je gemeenten hebt die zeg maar die... op een of andere manier gewoon iets uitstralen van... goh, kijk, bij ons is het gelukt dat een andere gemeente denkt... van ja, maar dat laten we niet op ons zitten. Dat moet bij ons ook kunnen. We gaan even kijken hoe zij dat hebben gedaan. Ja, wat mij bijvoorbeeld, wat ik altijd heel mooi vind... als je gaat kijken naar het onderwijs... Hè, en dan zie je wel eens de beste onderwijzer of onderwijzeres wordt gehuldigd. Kunnen we ook niet iets voor kunnen jullie iets verzinnen over de beste gemeente... met rookvrije acties of zo? Ja, dat kan. In ieder geval is er ook altijd vanuit de rookvrije generatie... kunnen diverse organisaties meedoen. Ze schrijven altijd een verkiezing uit. En dat kan ook een gemeente zijn, dat kan een school zijn. Dus dat is er al wel. Wij doen het nog niet. Nog niet. Nou ja, misschien ook een idee voor jullie. Weet, hè? Wat is de beste VNG-gemeente op dit terrein? Ja, de mooie dingen maken. Ik wou graag trouwens aan ons publiek... u kunt nog steeds vragen stellen. Die omgevingswet hebben we net gehad. Ik wil even weten hoe u daartegen aankijkt. Een stelling dus, waarmee u het eens of oneens kan zijn. Gemeenten moeten het voortouw nemen om de omgeving rookvrij te maken. Bent u daarmee eens of bent u het daarmee oneens? Dus het voortouw bij de gemeente. Esmeralda, wat vind jij zelf? Ja, ik vind van wel. Ik vind dat als jij hiervoor staat, ook als gemeente... dan inderdaad practice what you preach, doe het gewoon. Ja, dat zou ik doen. En kijk ook hoe je de partijen daarbij kan helpen. Wat valt jou op? Welke partijen dan het meest als bondgenoot worden gezocht... bij de gemeentes die jij ook begeleid hebt? Ja, nou, ik merk dat onderwijs zoekt in ieder geval een bondgenoot bij gemeenten. Dus dat is eigenlijk net de andere kant op. Ja, dus die melden zich daar omdat... die schoolterreinen zijn er ook vrij geworden, dat is prima. Maar ze willen eigenlijk... Een stapje verder. Een stapje verder. En niet dat ze buiten het schoolterrein, net buiten het hek... dat ze daar alsnog mogen roken. Maar je merkt, dus het initiatief ligt bij de groepen... die ook kinderen onder hun hoede hebben in dit geval. Ja. Is dat in andere landen ook zo? Ja, wat je wel ziet is inderdaad dat het onderwijs of de ouders... zeg maar, daar dan ook een rol in spelen. Dus iedereen die met kinderen te maken hebben... zeg maar dat die wel zeer degelijk een pleidooi ook houden. Ja. Klopt. Ja. Is dat... want we hadden het net over van, hè, de rol die een kinderarts bijvoorbeeld kan spelen in zo'n discussie. Doen jullie dit als kinderartsen eigenlijk ook wel eens? Dat je zegt van, jullie hebben het natuurlijk in Rotterdam gedaan op een hele specifieke plek. Dat heeft ook alweer navolging gevonden. Dan denk ik van,
Wat zou jij, althans de groep kinderartsen, kunnen betekenen voor gemeenten? Ja, dat is een hele terechte vraag. Ik denk dat wij ons als kinderartsen dat we een rol hebben om pleitbezorger te zijn voor de gezondheid van het kind. En die nemen we ook. Dus we hebben de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. En ja, op dit soort onderwerpen ben ik ook zeker met hun in gesprek. En haal ik ze erbij op het moment dat er een punt gemaakt moet worden, bijvoorbeeld in de media, als het gaat om het beschermen van kinderen tegen tabaksrook. Ja, ja. Want merken jullie dat het makkelijk is om bondgenoten te vinden voor gemeentes? Om ze ook op ideeën te brengen? Ja, ze moeten wel vaak geholpen worden. En dan helpt het als je laat zien hoe een ander het heeft gedaan. Hoe heeft hij dat dan aangepakt? Dat kan vaak een ander over de streep trekken. Van oké, dan kan ik het ook. Ja. Zijn er nog op dit moment acties die jullie als VNG echt onder de aandacht willen brengen bij gemeentes? Dat jullie, want ik ga zo meteen met NOC-NSF praten, die een campagne bijvoorbeeld ook starten. Ja. Zijn jullie ook bepaalde campagnes aan het starten? Nou, wij zijn niet grote campagnes aan het starten, maar wij gaan wel inderdaad de handreiking sport komt volgende week online. We wachten even totdat de campagne van de NOC-NSF is gelanceerd. Waarin we inderdaad gemeenten vragen, helpt die sportverenigingen nou? Want het helpt als jullie ze daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld om de rookvrije zones rondom zo'n sportterrein wat groter te maken, alleen dan een sportterrein zelf. Als het probleem is dat er niet voldoende budget is, dat je inderdaad de sportvereniging helpt met de bordjes. Ja. Ik zit nog steeds trouwens op de uitslag te wachten. Ik heb hem nog niet gezien. Eens even kijken of ik die ergens kan krijgen. Ah, kijk, daar komt hij binnen. Nou, kijk eens aan. De gemeente moet het voortouw nemen. Wat denk je dat de uitslag is? Nou, ik denk dat dat een ja is. Zeker de doelgroep die 100% zelfs. Ja, dat verbaast me niet. Nou, soms denken mensen, ja, nee, je moet juist zorgen voor, wat jij net vertelde ook, Martine, dat je het draagvlak hebt van het andere. En dan sluit de gemeente aan. Die had hier ook op kunnen komen. Ja. Maar het is mooi dat 100% zegt van, het moet de gemeente zijn. Even over de actie die jullie gaan doen. Waar kunnen mensen dat vinden? Vanaf maandag op onze website. Daar komt er een nieuwsbericht. Dus ze verzinnen het vanzelf ook vrijdag in hun nieuwsbericht. En anders moeten ze even op onze pagina alvast kijken. Oké, bij de nieuwsberichten kunnen ze dat vinden. En anders moeten ze zoeken waar? Op lokale preventieakkoord. Lokale preventieakkoord. apenstaartjevng.nl. En daar vind je het thema roken. Oké. Je allemaal voorbeelden. En, ik ga jou heel veel succes wensen met deze actie. Wel. En we horen graag een andere keer weer hoe het ervoor staat met alle gemeentes. Dank je wel. En dan gaan wij, blijf nog heel even zitten. Ik ga afscheid nemen van jullie allebei. Want we krijgen weer twee nieuwe gasten. Jasper, ik heb jouw kennis even nodig straks ook als kinderarts. Dus ik vraag jou om even te blijven zitten. En we laten nu u een inkijkje zien in de campagne waar ik het net al over had van NOC-NSF, een campagne in wording. Ik ben nog vroeg, was het heel normaal dat er gerookt werd. Ook mijn moeder rookte ook thuis, ook in de auto. En daar hield ik niet zo van. Ja, het was eigenlijk gewoon normaal dat mensen in zwembaden rookten. Ja. En nu, als je dat ziet, dan denk je toch wel even, oh ja, dat kon vroeger gewoon. En nu is dat eigenlijk best gek. Ik hou helemaal niet eens van roken, niet eens de geur. Het gaat gewoon niet samen. Omdat sporten en roken not done is. Het is echt gewoon belangrijk dat de mensen zich van bewust zijn hoe slecht het is. En vooral de jongere generatie, dat ze niet ermee in aanraking komen. En dat ze absoluut weten dat ze het niet moeten gaan doen. En ook omdat we gewoon naar heel veel plekken rookvrij zijn. Dat valt er toch wel weer extra op als ineens iemand zit te roken. Ja, en ik denk dat het dus belangrijk is dat we ook met elkaar ons realiseren dat we rookvrij moeten kunnen opgroeien. En dat dus sport en roken niet samengaat. En dat het een vanzelfsprekendheid is dat we rookvrij worden. Sportclubs, ja, jullie staan voor natuurlijk voor gezondheid. Dat onze kinderen gezond opgroeien, in beweging zijn. En er hoort het niet in aanraking komen met roken volgens mij ook bij. Dus ik zou eigenlijk alle clubs willen vragen, word rookvrij. Dan help je niet alleen je leden, maar heel Nederland.
Nou, u heeft vast heel wat bekende topsporters herkend. U moest het nu nog even, het was een soort quizje van hè, wie is wie ook alweer. Sommigen denken, oh ja, die is een beetje ouder geworden. En bij mij aan tafel nu Adelien van Kooten van sportkoepel NOC-NSF. En oud topsporter volleybal Bas van der Goor. Beide hartelijk welkom. Ja. Want ik zei het al, NOC-NSF lanceert de campagne De Sport Wordt Rookvrij. En toen dacht ik, ja, maar de sport is toch al lang rookvrij? Of ben ik nou naïef? Dat zou je denken. Maar dat heeft een lange aanloop nodig. Er zijn 25.000 sportverenigingen. En in 2019 hebben we dat afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Dus we zijn nu extra hard bezig om dat voor elkaar te krijgen met de hele sport. Ja. En de binnensport is geloof ik al rookvrij, ja, toch? Ja, klopt. De binnensport is bij de wet al rookvrij. Er wordt niet gerookt binnen. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat de binnensport rookvrij wordt, in de zin van dat de ingang rookvrij is. Want als je je kind komt afgeven bij de sportzaal, er wordt gevolleybald, dan wil je natuurlijk niet dat er een rookhaag hangt en dat het kind daar doorheen moet. Dus we willen ook die ingang en de toeloop naar de ingang rookvrij krijgen met deze campagne ook. Ja. En merk je al verschil op de sportvelden buiten? Ja, er zijn al 2000 sportverenigingen die de buitensporten zijn al rookvrij. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi aantal. Maar er zijn 25.000 sportaccommodaties in Nederland. Dat is natuurlijk ook met binnen meegerekend. Maar ja, er is nog een lange weg te gaan. Maar je merkt wel dat verenigingen bereid zijn om rookvrij te worden. En vaak moet er dan iemand opstaan binnen de vereniging. Een ambassadeur, een ouder of een bestuurder. Mm-hmm. Die daar zich hard voor wil maken. En als dat eenmaal gebeurt en als het eenmaal doorgevoerd wordt, dan is er vaak veel draagvlak voor. Over draagvlak gesproken, ik wil graag jullie een dia laten zien. 87% van de Nederlanders is voorstander van geheel rookvrije buitensportterreinen waar kinderen sporten. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi aantal. Dus die heb je in ieder geval al mee. En wat heb je nog meer nodig om deze campagne te doen landen? Ja, we doen dat niet alleen. We doen dat vooral met de sportbonden ook natuurlijk. Zij ondertekenen ook een statement, of dat is gevraagd. En ze kunnen dat statement zelf invullen. Dus daarin zeggen ze eigenlijk van we willen mee met die beweging en we willen uiterlijk dat in 2023 onze evenementen rookvrij zijn of andere onderdelen. Dus dat spreken we met hen af. En daarnaast is ook de VNG een hele belangrijke partner in de campagne. De VSG, maar ook de GGD'en. Dus die allemaal iets met de sportomgeving te maken hebben. Maar even voor mijn begrip, hè, want je hebt inderdaad de sportbonden. Maar onder die sportbonden hangen heel veel verschillende verenigingen. Ja. En dus de bond kan wel tekenen, maar hoe krijg je dan, moeten zij dan weer gaan lobbyen bij een vereniging om mee te doen? Ja, daar heeft de bond een hele belangrijke rol in. Ja, dat moeten we met elkaar doen. Dus vandaar ook die campagne waar verschillende sporten in zitten. Oudsporters, nog steeds topsporters. Om die beweging eigenlijk nog verder op gang te krijgen. Ja, en Bas, jij doet ook mee met deze campagne. Ja. Je hebt zoiets van, ik ben topsporter, roken hoort er gewoon niet bij. Ik doe mee. Nou ja, kijk, binnen topsport dat probeer je eigenlijk altijd het maximale uit jezelf te halen. En daar past geen roken bij. Maar voor alle sportverenigingen, daar zijn natuurlijk ook heel veel mensen die recreatief sporten. En dan ben je al bezig met je gezondheid. En daar past roken natuurlijk ook niet bij. Los van het feit dat het een hele belangrijke sociale ontmoetingsplek is, waar heel veel kinderen zijn. Nou, daar heb je eigenlijk een heel belangrijke derde reden om ervoor te zorgen dat sport niet thuis hoort bij de sportvereniging. Dus voor mij is het eigenlijk een hele normale een appeltje zaak. Appeltje-eitje. Appeltje-eitje, ja. dat er bij sportverenigingen gewoon minder. Maar denk eens even terug aan jouw volleybaltijd. Ja, hè? Ja. Toen jij nog niet de topsporter was die je bent. Niet meer nu, maar destijds. Ja. Het was toch vrij normaal dat in de kantines werd gerookt? Net als alcoholgebruik. Hoe was dat bij jullie? Zeker. Dat was toen. Ik ben ondertussen 50. Dus ik ben zeg maar 30, 35 jaar geleden als jong broekie bij de club gekomen. En daar werd nog gewoon gerookt. Was heel, en even later, ik kan me nog herinneren dat wij vlogen naar Argentinië, mochten nog in het vliegtuig gerookt worden. En wij waren natuurlijk allemaal van die lange mannen. En wij werden altijd, door de manager werden wij altijd op plekken neergezet waar we een beetje beenruimte hadden. En liefst niet
in plekken waar gerookt werd. Maar er waren wel landen bij die dat juist een beetje aangrepen om ons juist wel allemaal bij elkaar, op elkaar, zonder beenruimte in het rokersgedeelte achterin te zetten. En dat kon toen nog. Daar had je helemaal geen beeld van dat toen kon, roken in het vliegtuig. Maar bij de verenigingen, ja, daar werd wel gerookt. Ik heb van mijn huis uit ook, mijn vader rookte ook, dus ik was het wel gewend. En ja. Uiteindelijk... Ja, dan als die campagne, of als het nieuws dat roken heel slecht is, langzaam doordruppelt, ja, dan wordt het aantal mensen dat gaat roken vanzelf minder. En ik denk wel dat bij sportverenigingen dat ook wel misschien wat eerder is begonnen dan op andere locaties. Zonder dat ik dat denk te kunnen staven. Ja, maar heb jij een kentering gemerkt bij jouw eigen sportvereniging bijvoorbeeld? Nee. Ik heb niet, zeg maar, er is nooit een soort van bericht of dat ik minder... Wat ik wel merkte is, als we dan bijvoorbeeld naar Japan reisden en we kwamen daar op het vliegveld aan, ja, dan stond het echt gewoon blauw van de rook. En dat is eigenlijk voor het eerst dat je denkt van, hey, in Nederland wordt echt veel minder gerookt dan hier. In Aziatische landen wordt, denk ik, toch sowieso wat meer gerookt. Ik weet niet hoe het nu is, ik ben al lang niet meer daar geweest. Maar dan valt het wel op. Jasper knikken. Ja, ja. Maar het valt mij, dat viel dan wel op dat het daar echt veel meer gerookt werd dan in Nederland. Ja. Ja. Nou zagen we in de making-of-video allemaal... ik zag Richard Kraaijencheck bijvoorbeeld. Ik zag Maarten van der Heijden. Ik zag Nelly Komans zag ik ook langskomen. En ik zat me af te vragen, wat is hun rol in die campagne dan? En mensen als Bas. Ja, ze hebben natuurlijk meegemaakt dat het... Nou, je hoort het nu in het vliegtuig of op de sportvereniging normaal was... dat er gerookt werd. En daarom is hun rol ook belangrijk. Omdat ze nu zelf ook heel erg vanuit hun eigen intrinsieke motivatie zien... waarom het eigenlijk heel raar is dat je in een sportomgeving... waar je werkt aan je gezondheid, waar je sport beweegt... ja, dat je daar rookt. Dat is eigenlijk heel vreemd. Dus daarom vind ik het belangrijk dat zij het anders gezien hebben... en dat ze er nu erg achter staan hoe dat nu gaat zijn. Hoe het steeds meer gaat worden. Ja. En hoe ziet die campagne er precies uit... behalve een prachtige video die straks klaar is? Ja. Ja, die video is heel belangrijk, want die moet je echt gaan voelen. Maar straks ook, we zullen een tweede flight gaan doen, september, oktober, waar het steeds meer doen gaat worden. Dus eerst willen we de bonden met name meekrijgen en ondersteunen in die communicatie. En dan zal het ook steeds meer op de verenigingen zelf gericht gaan worden. Dus steeds meer toolkits zullen beschikbaar worden. Er staan al heel veel toolkits op rookvrijgeneratie.nl. Hulpmaterialen, een enquête die je kunt uitzetten bij een vereniging... van nou, hoe staan mijn leden er eigenlijk in? Precies, ja, want dat is ook altijd argument, ze willen niet. Maar ja. wat ik ook kan herinneren als argument werd gebruikt... de sportkantine heeft ook zijn inkomsten nodig. Dus ja, alcohol, roken, dat moest allemaal gewoon gedaan worden. Dat is ook een commercieel argument, wordt er vaak gebruikt. Ja. Herkennen jullie dat? Voor roken is dat al lang niet meer zo, want je mag ook geen... pak je sigaretten meer verkopen bij verenigingen. Dus daar gaat het niet op. Ja, voor alcohol natuurlijk wel, maar daar natuurlijk een verantwoord alcoholbeleid... wat daar ook samen bij hangt, met rookvrij, net als gezonde voeding. Maar ja, je kunt ook op hele andere manieren inkomsten werven. Ja. Gezond aanbod, ja, dat is natuurlijk vers broodje gezond. Ja. Jasper, hebben jullie ook gemerkt in het buitenlandonderzoek... dat de sport rookvrij zeg maar normaal is? Of dat argumenten als verdienmodellen werden gebruikt? Nou, we hebben niet de sport geselecteerd als een van de items waar we in het buitenland naar hebben gekeken. Er is wel vanuit de Universiteit van Amsterdam veel onderzoek gedaan naar het uitbreiden van rookvrije sportverenigingen in Nederland. En een van de dingen die daarbij interessant is, is dat als er sportverenigingen in nabije andere sportverenigingen rookvrij worden, dat er een soort olievlek effect ontstaat. Okay. Dus je ziet hetzelfde wat Martine net vertelde over beleid van gemeentes. Dat mensen gaan hun andere voorbeelden opvolgen. Ja, nou, dat is een mooie zwaan kleef aan. Dat is natuurlijk zou heel fijn zijn als dat gebeurt. Ik was even benieuwd. Bas, jij werkt mee aan deze campagne omdat je het heel erg belangrijk vindt. Je vertelde al over de blauwe vliegtuigen. Ja, ik herkende dit ook. Ja. Is dat de enige reden voor jou om hier aan mee te werken? Nou, ik heb zelf diabetes. Dat heeft nogal wat effect op het lichaam. En als je daarbij gaat roken, dan wordt het nog een stuk vervelender. Dus ook vanuit die, vanuit dat gezichtsveld is het wel belangrijk om te melden, denk ik, dat als je diabetes hebt en je gaat roken, dat het dan extra complicaties kan opleveren.
En daarnaast, ik ben zelf geen arts, maar ik heb het even nagevraagd wat de wetenschappelijke inzichten zijn. Als je diabetes hebt en je rookt, dan kost dat echt wel 7 tot 10 jaar van je leven. Dus dat is een je hebt een arts tegenover je zitten, weliswaar een kinderarts, maar dat kan jij waarschijnlijk wel bevestigen. Ja. Nou, het klopt. Ik denk diabetes en roken is 1 en 1 is 3. Dat moet je gewoon echt niet willen combineren. Ja. Nee. En je ziet dat ook wel terug in de cijfers. Ik heb begrepen dat de percentage Nederlanders dat rookt iets boven de 20% ligt. Voor mensen met diabetes is dat lager, maar nog steeds 16%. Dus dat betekent dat ook in die groep we eigenlijk zouden willen dat percentage nog verder naar beneden gaat. Ja. Nou, ik heb me altijd laten vertellen, maar dat weet jij beter dan ik, dat bewegen ook heel belangrijk is voor mensen met diabetes. Zeker. Ja. Dat is de basis van onze stichting, de basis van de Golf Foundation. We proberen mensen in beweging te brengen naar een betere kwaliteit van leven. Ja. Ja. En ik zat me af te vragen, Jasper. Je houdt je natuurlijk wel specifiek ook met heel vroegboor kinderen bezig. Maar kinderen en diabetes en bewegen. Wat is daarover bekend in Nederland? Want ik kan me ook voorstellen dat sportende kinderen, zonder dat ze er erg in hebben, misschien al diabetes hebben. Helemaal als je bijvoorbeeld de erfelijke varianten hebt. Dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik denk wel dat het belangrijk is om kinderen al met sport op te laten groeien, zodat ze zich realiseren dat bewegen een manier is om ziekte te voorkomen, waaronder onder andere type 2 diabetes. Ja. Dus ik denk dat bewegen en het voorkomen van ziekte heel erg hand in hand gaan. En dat we onze kinderen daarmee moeten laten groot worden. Ja, nee, dat snap ik. Net als het niet roken en groot worden. Ja. Is het. Ik kan me ook voorstellen dat Adeline. Dat er ook sportbonden zijn die de schouders er een beetje bij optrekken? Of valt dat mee? Nou, het valt wel mee. Tot nu toe krijgen we sportbonden aardig mee. Zelfs ook de binnensportbonden, zoals een tafeltennisbond. Maar er zijn natuurlijk altijd ook sporten waar weinig kinderen in sporten. En dat is natuurlijk een uitdaging. Maar daar hebben we natuurlijk het argument de tweede en de derde hands roken voor. Maar er zijn natuurlijk ook bonden die zijn of heel klein of heel groot. Dus de organisatie daarvan vraagt veel. Als je een kleine bond bent en je moet dit er ook bij doen. Naast dat je natuurlijk financiën en leden die soms teruglopen of uitdaging vragen. Om dat erbij te doen is soms een uitdaging. En daar proberen wij natuurlijk zo goed mogelijk mee te ontzorgen door communicatiematerialen te maken alvast voor ze. Ja, want waar kunnen de sportbonden terecht? Is dat alleen op bij NOC-NSF of kunnen ze op andere plekken terecht? Ze kunnen bij ons vooral terecht inderdaad, maar ook op rookvrijegeneratie.nl waar veel hulpmaterialen staan. Ze kunnen ook terecht bij Jochteam Fit, die echt coaching begeleiding doet bij verenigingen. Dus die hen echt helpen. Dus dat kunnen ze ook heel goed bij verenigingen terecht laten komen als bond. Van, er is hulp. Dus dat komt niet vanuit de bond, maar vanuit Joch. Ja, oké. Okay. Ik kijk nog eventjes of ik een vraag nog heb van mijn gasten. Nee. Ik heb ook begrepen dat er een campagnewebsite wordt gelanceerd. En die heet Sportrookvrij. Dus sportrookvrij.nl. Is nu nog niet in de lucht. Vrijdag wel, hè? Want dan lanceren jullie de hele campagne. Nou, ik ga jullie ontzettend veel succes wensen. En ik hoop echt dat heel veel verenigingen rookvrij worden. En ik ben zelf van de paardensport. En ik zie toch nog af en toe wel eens ruiters op een paard. En ik spreek ruiters daar tegenwoordig gewoon maar op aan. En ik denk, dat moet niet meer. Dank in ieder geval Jasper voor jouw kennis die je met ons wilde delen over alle buitenlandonderzoeken. Dank Adeline en dank Bas. En ik ga hopen dat we over een paar maanden echt een verschil merken. En laat het ons in ieder geval weten wat de resultaten zijn. En dank voor jullie komst. Graag gedaan. Graag gedaan. En naast de dank aan de gasten in de studio ook u als deelnemer aan dit webinar. De volgende activiteit van het netwerk is trouwens een Meet the Expert sessie over migranten en roken. En wilt u deelnemen aan het netwerk Nederland Rookvrij? Of constateert u dat uw organisatie al wel meedoet, maar nog niet zichtbaar is? Meld dit dan op het e-mailadres dat straks aan het eind in beeld komt. Ik hoop u weer te zien in oktober. Zeg u nu alvast gedag. Maar één ding, log nog niet uit, want u krijgt de gelegenheid om een evaluatieformulier in te vullen. In ieder geval, dag, tot de volgende keer.